Hoi, welkom weer bij een nieuwe video. Dolly, kom er gezellig bij dan. Yes. Jongens, ik heb vandaag een leuke video voor jullie, want jullie hebben echt heel veel fanmail naar me opgestuurd. En vorige week was ik in Amsterdam, toen was ik bij RTL en toen heb ik dus die hele berg van fanmail opgehaald. En ik schrok me werkelijk te pletter. Ik dacht echt, wow, what the fuck. Zijn er serieus zoveel mensen die fanmail naar mij willen sturen? Ja, het leek me leuk om jullie fanmail te gaan openen in een video. En dat ga ik dus vandaag voor jullie doen. Lekker samen met Dolly in mijn nieuwe onesie die echt ongelooflijk lekker zit. Vriend Lief zit lekker op de bank een serie te kijken, is een beetje ziek. Maar voordat ik ga beginnen, ik ben een beetje bezig met een klein onderzoekje, want ik ben heel erg benieuwd naar wat voor muziek mijn kijkers luisteren. Het is gewoon puur voor mezelf om te kijken wat vinden mijn kijkers leuk, wat is hun muzieksmaak en ja, dat wil ik gewoon weten. Dus laat alsjeblieft even in de reacties weten wat voor muziek jij luistert en welke artiest je nou helemaal geweldig vindt. En ja, daar maak je mij heel erg blij mee. Het is gewoon een klein onderzoekje voor mezelf, verder niets bijzonders. Maar goed, we gaan nu beginnen gewoon met jullie fanmail. En ik heb een hele doos. En hij staat hier en het zijn allemaal brieven en pakjes en cadeautjes. En vorige week was het dus op het Bonkers event. En dit moet ik gewoon even laten zien. Dit heeft Tatum voor mij gemaakt. Ter ere van mijn 100.000 abonnees die ik heb gehaald. En toen heeft zij allemaal mensen gevraagd om een felicitatie in te sturen. En het heeft zij dus helemaal verwerkt in een heel leuk scrapbook. Toen ik dit zag, kreeg ik echt een beetje truisje in mijn ogen. Ik werd echt een beetje emotioneel. Ik dacht van wow, zoveel mensen die mij willen feliciteren. Zo'n fan die zoveel moeite voor mij doet om dit voor mij te maken. En Tatum, super, 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 super bedankt voor dit boek. Dit is iets wat ik mijn leven ga bewaren. Oh ja, wat ik ook op dat event heb gekregen, dat zijn deze twee tekeningetjes. Oh, deze is op zijn kop. En dit ben ik. Ik moet zeggen, ik vind hem echt goed getekend. Hij is ook echt goed gelukt. En dit is Dolly. Zo ontzettend schattig. Deze is van twee meisjes. Ik heb het van Milou gekregen. Maar volgens mij is het van Milou en Daphne. Dus Milou en Daphne, super erg bedankt voor deze twee mooie tekeningen. Ik ga ze een mooi plekje geven, muis. Maar ja, dan blijft deze doos vol met fanmail over. Het is een heleboel. Ik denk ook niet dat ik alles kan laten zien. Want het is een heleboel ook envelopjes. Ik ga in ieder geval mijn best doen om zoveel mogelijk jullie te laten zien. Voor iedereen waarbij ik ze fanmail niet ga laten zien in deze video, weet in ieder geval dat ik het openmaak en dat ik het zeer waardeer. Echt ontzettend lief dat jullie zo aan mij denken en deze fanmail naar mij toesturen. Ik vind het echt ongelooflijk tof. Maar ja, we gaan het eerste eruit pakken. En dat is deze brief. En er zit wat zachts in. Alsof er een onderbroek in zit of zo. Maar ja, ik weet het niet. Wat gek joh. Oh, wauw. Oké, dit is dus heel interessant. Dit zit erbij en er staat lees deze eerst. Nou, dat ga ik dan maar gewoon even doen. Spannend hoor. Ik hou echt van cadeautjes. Oh, kijk. Het is echt zo'n Pinocchio-envelop aan de binnenkant. Ik hoorde dat je een nieuwe postbus had en ik moest gewoon iets naar je sturen. Voor mij ben jij de beste YouTuber van het internet. Dankjewel. Ik ben dol op al je filmpjes. Vooral leuk of meuk natuurlijk. Kusje, kusje, kusje. Fleur uit Oorschot. Je allergrootste fan. PS, geniet van het cadeautje. Nou, Fleur, super bedankt. Ik ben benieuwd wat dit is. Ik zie het al een klein beetje. Ik hoop dat je het leuk vindt. Ik heb de steentjes zelf 1 voor 1 gezet. Oh, dit is zo lief. Kijk dan. Oh, jongens, dit vind ik echt schattig. Oh, wat leuk zeg. Serieus, als je deze steentjes er 1 voor 1 moet opzetten, zo precies, dan ben je echt super lang bezig volgens mij. Dus Fleur, je bent een topper. Heel erg bedankt. Dit vind ik zo schattig. En dan gaan we grabbelen naar de volgende. En dit voelt wel heel interessant. Oh, het komt er al bijna uit. Oh god. Is dit wat ik denk dat het is? Zijn dit partypoppers? Oké, Kai gaat hem proberen. Een beetje eng. Ja, ik ook. Maar doe maar. Oh! Oh. Wow! Ja, wat dacht jij? Dat het poppers waren, of niet? Poppers? Ja, poppers, dus je moet snuiven. Nee, een partypopper. Oh, ik dacht poppers. Ja, ik dacht, dat weet ik veel. Maar ja, dit zit er dus in.
superleuk, lekker feestelijk. We hebben er net een afgeknald. Oh, en wat is dit voor iets moois. Oh, het is echt een boekje volgens mij. Hey Onnedi, super cool dat je 100.000 abonnees hebt. We vinden jou echt geweldig, net als Dolly en al je filmpjes, vooral leuk of meuk. Dus geef een blauw duimpje omhoog. Heel veel kusjes van Joyce en Sasha. Over de duimpjes omhoog gesproken, geef natuurlijk deze video alvast een duimpje omhoog en druk hier beneden. En ben je nog geen abonnee en wil je meer van dit soort video's zien, word dan deel van de Onnefamilie en abonneer op mijn kanaal. Het is gratis en voor niks. Klik dan eventjes op die rode knop en dan kun je meer van dit soort troep zien. Maar ik heb het natuurlijk niet over dit. Dit is geen troep. Dit is gewoon echt ontzettend leuk gemaakt. Oh, het is gewoon... Het is een soort uitklapkaart. Hier begint het. Wat is... Oh, Dolly. Oh, hij lijkt echt super erg. Kijk dan. En een filmcameraatje. En wat is dit? Leuk of meuk? En dan duimpjes omhoog en een duimpje naar beneden. En een microfoon! Elke bladzijde een verrassing. Ik hou ervan, meiden. Heel erg bedankt, Joyce en Sasha. Mwah. Dikke kus voor jullie. En de volgende. Deze is van Lisa Joekema. Ik vind het zo spannend altijd om pakketjes en envelopjes open te maken. Dit heeft echt zo'n cadeautjesgevoel. Oh. Nee. Oh mijn god, dit is zo prachtig. Brengt geluk. Oh, dit brengt ook nog eens geluk. Oh, kijk, er zit een ring in en een steentje en een bloemetje. En dit is dan een recept voor geluk. Nou, ik hoop ook echt dat die geluk brengt. Super bedankt. Ik vind die speech sowieso echt onwijs mooi. Heel mooi gebaar. Dankjewel, Lisa. En dan ben ik al heel erg benieuwd naar deze doos en wat erin zit. Oh, wacht. Begin met wat tekeningetjes. Kijk, superleuk. Zo'n uiltje. En Dolly op de achterkant. Zo cute. En een walvis. Hoi lieve Dionne, je bent echt een super YouTuber. Ik ga niet zeggen dat ik je grootste fan ben, want het is niet zo. Want dat is iedereen. Kusje, kusje van Roy, 12 jaar oud. Oh, dat is dit schattige smiley dingetje. En wat botjes voor Dolly. Nou, dan gaan we gelijk iets snackie voor Dolly eruit halen. Oh, die vindt ze vast heel erg lekker. Dolly, kijk eens. Pak het. Is voor jou. Pak dan. Zie je? Ze vindt het hartstikke lekker, Roy. En dan heb ik hier weer een hele spannende envelop. Oh. Wat is dit dan, jongens? Hoi, Onnedi. Ik vind je echt heel erg leuk, cool en stoer dat je zoveel durft. Je nieuwe huis is echt heel vet geworden. En dit is van Suus. En ze heeft een scrubblokje zelf gemaakt. Dankjewel, Suus. Super lekker. Dankjewel. Oh, kijk. We hebben nog zo'n partypopper. Oeh. Holy shit. Er komt ook gewoon echt rook af. Er zitten allemaal lekker confettietjes op mijn camera heen nu. Maar ja, we hebben hier nog een heel spannend pakketje. Hij is onwijs goed dichtgeplakt, dus ik heb eventjes een schaar nodig. Be right back. Mijn hart smelt echt als ik dit allemaal openmaak. Echt waar. Oeh, spannend. Nog spannender. En drie keer spannend. Er staat helaas geen naam bij. Maar dit is dus de fan die dit naar mij heeft toegestuurd. Oh, dit is echt een leuk armbandje. Allemaal met studs en spikes. Ik hou ervan. Heel erg bedankt. Oeh. Deze persoon heeft zo erg zijn best gedaan om deze envelop te versieren. Niet normaal. Ah, superleuk getekend uiltje. Ik kijk altijd je video's. Dolly is super. Ook echt een superleuk hondje. Nieuwe tattoo is super vet. Hij is echt gaaf. Liefs en dikke kus van Fleur. Fleur, super bedankt voor je leuke brief. Eens kijken wat erin zit. En dat zijn twee super schattige leuke nagellakjes. Dankjewel, Fleur. Oké, jongens, ik heb hier nu een tekening die iemand van mij heeft gemaakt met een brief. En in die brief staat haar telefoonnummer. En het lijkt me heel erg leuk om dat te gaan bellen. Hallo, Anna. Hallo, met Dionne. Hallo. Hey, ik ben... Ik was mijn fanmail aan het openmaken en ik kwam jouw brief tegen. En ik wilde je eigenlijk eventjes bedanken. Ik kan het niet geloven. Oh. Ik vind het echt heel leuk. Super bedankt. Graag gedaan. Oh. Gaat het een beetje? Ja, hoor. Ja, ben je oké? Okay? Oh, maar ik vind het echt heel lief. Maar je komt dus in mijn video. Oh mijn god, wat leuk. Dus wil je nog wat zeggen? Anna. Juist, helemaal goed. Hey Anna, heel erg bedankt voor je lieve fanmail. Ja. Je krijgt van mij een Dolly een hele dikke knuffel. Ja, dat is goed. Oké, doei meid. Doei.
Doeg! Ik heb nu net een envelopje opengemaakt en toen zaten er stickertjes in. Oh, dan hebben we hier echt een hele interessante brief. En deze is van Sterre Vonk. Oh, wauw! Oh, dit is mooi getekend, zeg. Ik denk dat dit mijn pruik is, mijn blauwe ombre pruik. Echt gaaf gedaan, serieus. En er zit nog een kaartje bij. Oh, kijk. Zelf getekend. Hoi Dionne, ik ben een hele grote fan. Ik hoop dat ik in een video kom. Nog heel veel succes met je YouTube-kanaal. Liefst Sterre Vonk. Ik ben 11 jaar. Nou, Sterre, dat kan je wel echt ongelooflijk goed tekenen voor iemand die 11 jaar is. Echt applaus voor jou, want ik vind het echt heel erg mooi gedaan. Ik ben er heel blij mee. En dat verdient natuurlijk een mooi plekje. Oh, kijk, hier heb ik weer echt een ongelooflijk mooie envelop. En er staat op, pas openmaken als je geen ideeën hebt voor YouTube-video's voor de dinsdag. Ja, ik heb eigenlijk altijd wel ideeën. Ik ga hem nu wel openmaken. Oeh, kijk. Kaaien op een paard. Ik zou zelf ook graag YouTube-video's maken, maar ik weet gewoon niet hoe. Wil je een keer een video maken van hoe je dat doet alsjeblieft? Dan welke cameralens, belichting, geluid, editing enzovoort. Groetjes Iris van Bentum. Iris, super bedankt voor je lieve fanmail. Ik ben al langer van plan om een keer een video te maken van hoe ik mijn video's opneem. Wat voor belichting ik gebruik, wat voor camera, wat voor microfoon, etc. Hoe ik het edit. Daar komt gewoon een keertje wel een video over. Dus heel erg bedankt voor je suggestie en je lieve, lieve kaart. En die prachtig mooie envelop die je zo mooi hebt versierd. En Iris, ik ga het onthouden. Dankjewel. En jongens, heel erg bedankt iedereen voor jullie lieve, lieve fanmail. Ik sta echt perplex. Het is nu echt een beetje een bende op mijn vloer. Sowieso stond ik al heel erg te kijken van hoeveel jullie me hadden gestuurd. Ik ben jullie echt onwijs dankbaar voor alles. Dat jullie mijn video's kijken. Dat jullie er zoveel tijd in stoppen allemaal. En ik weet niet, het doet me gewoon heel veel goed. En jullie zijn echt helemaal top. Dus wil je lid worden van deze Onna-familie? Abonneer natuurlijk even op mijn kanaal. Geef een duimpje omhoog voor Dolly. Gewoon omdat ze zo schattig is. Ja, want jij hoort er ook bij, hè? En natuurlijk voor Kai. Want die doet ook op de achtergrond een beetje mee. Hij doet niet veel. Hij zit lekker serie te kijken en zo. Ik krijg geen contact vandaag of zo. Ik ben een doei zeggen. Wil jij nog wat zeggen? Ik wil even tegen jullie zeggen dat Dionne heel lief is. Oh. Kijk dan wat er allemaal nu op de grond ligt. Niet normaal. Wil jij fanmail sturen? Want ik denk dat we misschien nog wel vaker van dit soort video's gaan maken. Ga dan even naar de beschrijving. Daar staat het adres waar je alles naartoe kan sturen. En wie weet kom je dan in mijn video. En als je dan een keertje je telefoonnummer bij vermeldt, wie weet bel ik je dan wel. Dus doe dat gewoon. Ik zie jullie aankomende vrijdag weer met een nieuwe Leuk of Meuk. Super bedankt voor het kijken. Abonneer, like, love you. Mwah. Doei! Doei!